Dinsdagavond was een bijzondere gemeenteraadsvergadering in Wijchen. Er is afscheid genomen van vertrekkende raadsleden. Het is mijn laatste termijn als raadslid. En ik had me nog wel verkiesbaar gesteld, ook om de jonge garde te ondersteunen. Maar D66 is gelijk gebleven in stemmen en zetels. En dat betekent dat er twee nieuwe mensen in de raad gaan komen. Soms is de tijd van komen en tijd van gaan. En voor mij is nu moment aangebroken om afscheid te nemen van de gemeenteraad. Mijn plannen zijn om nu bezig te houden met mijn vakgebied. Dat is de zorg. Dat legt een enorme uitdaging. En daarnaast ga ik zien wat op mijn pad komt. Ja, wat ik het meest ga missen is toch de interactie met gelijkgestemden en soms tegenstanders in een debat waarbij je uiteindelijk met z'n allen het beste voor Wijchen voor ogen hebt. Het meeste ga ik missen gesprekken met de inwoners en over de besluiten die we hier nemen en wat het betekent voor ze. En daar die terugkoppeling, de brug proberen te bouwen tussen beleid en bestuur. Aan de inwoner, dat ga ik zeker missen. Ook in andere gemeenten werd zo'n bijzondere vergadering gehouden. In Beuningen stoppen onder meer wethouder Piet de Klein en raadslid Henk Plezier. Ja, ik ga ermee stoppen omdat ik na 12 jaar vind dat het mooi is geweest. Ik heb 12 hele goede jaren gehad. En ik merk zelf ook wel dat het tijd is voor vernieuwing en verjonging binnen het bestuur en de gemeente Beuningen. De dood heeft de reden dat ik niet meer op een verkiesbare plaats stond. En dat betekent, dan ben je dus niet meer bij de top 5, top 6. En dan is een teken van, ja, als je niet voldoende voorkeurstemmen krijgt, dan is het de einde oefening, zoals dat zo mooi heet. Maar, ik moet erbij zeggen, ik heb zelf gekozen om als lijstduwer te gaan optreden deze periode. Dus dan heb ik ook niks te klagen of wat dan ook. Nou, het meest trots ben ik dan, en dat staat echt op nummer 1, dat is de multifunctionele accommodatie in Wuurt, zeg maar, die we hebben kunnen realiseren. Beuningen weer financieel gezond maken. Ik denk dat dat een van de grootste en mooiste opdrachten was. En die hebben we kunnen volbrengen. We zijn gezond. De zandwinning in Beuningen, dat is nu ook helemaal zo goed als geregeld. Ja, dat was een uitdaging toen ik begon in 2010. En wij hebben dat inmiddels inderdaad goed geregeld. En we zijn weer helemaal boven Jan, zoals ze dat dan een beetje populair zeggen. Hè. Het gaat goed met de gemeente Beuningen. Dus dat financiële gat hebben we inmiddels gedicht. En we zijn wat dat betreft alleen maar bezig om nog meer positief in de financiën te komen. Ik ben en blijf een politiek dier. Dus op een of andere manier zal ik toch wel iets weer tegen de politiek aandoen. En ik zit, wat ik net zei, ook in besturen die ook met de politiek te maken hebben. Meest missen ga ik het persoonlijke contact, zeg maar, met de medewerkers van de gemeente Beuningen. Mijn collega bestuurders, zeg maar, lokaal als zowel als regionaal. Ja, en dan daarnaast natuurlijk, ja, altijd de innovatieve en nieuwe dingen die je als bestuurder, zeg maar, een vorm mag geven. Ja, dat zal ik gaan missen. Ja. En in Nijmegen zien we Mark Buk en Tobias van Elveren de komende 4 jaar niet meer terug in de gemeenteraad. Nou, ik denk dat na 12 jaar heel goed is dat er een nieuwe generatie politici aan zet is. En dan wordt het ook tijd dat ik plaats maak. Dus ik heb wel overwogen, al een jaar geleden besloten om te stoppen. Ik heb besloten om na 12 jaar te stoppen en daar zit het meteen in. Ik ben om mijn 18e hier begonnen, ik ben nu 30. Ik heb het ongelooflijk leuk gevonden. Maar ik dacht, het is ook een way of life geworden en het is goed om daar op enig moment ook mee te stoppen. Waar ik echt trots op ben en wat voor mij ook echt een hoogtepunt is geweest, is dat ik samen met mijn fractie 21 voorstellen heb gedaan om de kansengelijkheid in Nijmegen te verbeteren. En die hebben we dus ook door de gemeenteraad weten te krijgen. En dat was wat mij betreft een van de hoogtepunten. Onder andere een initiatief dat ik samen met collega Paul Eigenhuis heb genomen, waardoor er nu stolpersteinen in Nijmegen komen. Een zichtbare herinnering aan de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En ik mocht de afgelopen 4 jaar plaatsvervangend voorzitter van de raad zijn. En hebben dus ook geprobeerd om aan de raad gezamenlijk te werken. Niet zozeer partijpolitiek, maar echt aan onze samenwerking. Het meest ga ik missen dat we in de gemeenteraad gewend zijn het oneens te zijn. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat je een plek vindt waar je elke week bij elkaar komt. En mensen met allerlei verschillende meningen bij elkaar treft. Die daar dan op een volwassen manier over kunnen praten, over kunnen debatteren. En dat je zoveel verschillende mensen bij elkaar kunt hebben die het op een mooie manier oneens kunnen zijn, dat ga ik wel heel erg missen. Toch wel de mensen in het stadhuis, de collega's, maar ook het contact met de mensen op straat voor wie je iets kunt betekenen. Ja, dat ga ik zeker missen.